kilometer 932,50 meter. 2,5 miljoen bierdopjes, wie had dat verwacht? Jongens, proost. En met deze lengte voor het langste lint Kroonkurken staat Zijtaart vanaf 3 juli 2022 in het Guinness Book of Records. Daarmee verpulverde men het oude record van 960 meter. We wisten dat gingen halen bij die 960 meter, alleen zoveel was, had ik niet verwacht. In de voorbereiding hebben we geïnformeerd hoeveel mensen hebben erbij, maar het bleek nog veel meer dan we verwacht hadden erbij. In ieder geval, ja, hartstikke mooi. Om dit record officieel in de boeken te mogen bijschrijven, was notaris Bram van den Boogaard naar Zijtaart gekomen voor een officiële meting. Dit is niet zomaar eventjes bierdopjes tellen. Nee, ik moet zeggen, ik heb vanochtend het wiskundeboek er weer bij moeten halen van de middelbare school, om het allemaal uit te kunnen rekenen. Maar ik denk dat we het op een paar millimeter verschil, dat we het heel specifiek kunnen uitmeten vandaag. Ja, waar begin je eigenlijk aan, hè? Waar begin je? Ja, en waar eindig je? Want het loopt rond. Maar wat ik in ieder geval wil zeggen is dat de bewoners van Zijtaart ergens aan begonnen zijn. Want als je dit kunt neerzetten, dan heb je echt met elkaar saamhorigheid. Maar het meten, het tellen, is ook een hele serieuze aangelegenheid. Ja, ik moet daar uiteindelijk een akte van maken en die akte die moet kloppen, want daar staat de handtekening onder. Dus we gaan het thuis allemaal nog een keer onder elkaar zetten en dan de handtekening eronder. Dus je krijgt eigenlijk maar een voorlopige uitslag vanmiddag? Ja, de uitslag voorlopig is vanmiddag en die zal nog bevestigd worden als alles doorgerekend is. Dus twee keer feest dan in Zijtaart? Ik denk dat ze in Zijtaart altijd de reden zoeken om feest te vieren. Ja, je moet er weer flink achteraan, denk ik, hè? Wij gaan verder met meten, dan kunnen ze hier aan het feest beginnen. Maar krijg je nou ook vanuit het Guinness Book of Records, krijg je daar ook de voorwaarden? Ja, we hebben richtlijnen gekregen, een hele lijst gekregen met waar de meting aan moet voldoen. Daar moeten getuigen mee tekenen enzovoorts. Dus het is niet acht op een bierveeltje. Succes! Dankjewel, dag! Maar daar waren ze in Zijtaart ook niet vanuit gegaan. En daarom was het al vroeg reveille in het dorp. Vanmorgen om 8 uur stonden we al paraat om alle teams op te vangen, om alle bierdoppen uit te kunnen gaan leggen. Dus, heb je enig idee hoeveel bierdoppen er hier door heel Zijtaart liggen? Meer dan 1,5 miljoen. Dus meer dan 1,5 miljoen liggen hier in het dorp hierbij. Net is er geregen en een gaatje erin gemaakt. Hoe lang zijn jullie daar al mee bezig? We zijn eind november zijn verschillende teams begonnen om in ieder geval de gaatjes in te gaan maken. Dus zijn te gaan rijgen. Dat is, en, zit er al monnikenwerk erin, heel veel uur. En dan kom je op het idee om in het Guinness Book of Records te komen. Volgens mij lukt dat aardig. Ja, dan gaan we gaan in ieder geval het oude record, het Kolmerpomp, gaan we verpulveren. Dat is 960 meter. Ja, en als je dan 1,5 miljoen bierdopjes hebt of kroonkurken. Hoeveel meter lint heb je dan? Of hoeveel kilometer? Ja, des te verrassing om 3 uur, ik zou zeggen. Dat maakt het bekend aan iedereen die hier aanwezig is wat ons record is geworden. Dus, maar wat schat je? Meer dan 8 kilometer. En dan is het opgemeten, dan heb je het record. Feest in Zijtaart. En wat gebeurt er dan met de kroonkurken? Die worden allemaal opgeruimd in een mooie container. Die wordt opgehaald door Van Kaathoven uit Sint-Oederode. En dan wordt uiteindelijk prijs voor de Stichting Duchenne wordt dat gedoneerd. Want dat is het goede doel? Ja, dat is het goede doel inderdaad erbij. Ja. Dus, en we hebben iemand die zet de verdubbelaar in. Dus hebben we een mooie prijs voor de stichting. Sam van Dommelen is daar erg blij mee. Hij lijdt aan de ziekte van Duchenne. Ja, het is natuurlijk geweldig dat je zoveel mensen ziet die zoveel om het dorp geven dat hier zo'n lange ketting ligt. We spraken elkaar bij het begin van de actie een paar maanden geleden. Had je toen een idee van dit gaat het worden? Nou, ik had wel het idee dat het record verbroken zou worden. Maar dat het zo ver verbroken zou worden, ja, dat had ik natuurlijk nooit verwacht. In Zijtaart rijden ze de kroonkurken niet alleen aan elkaar. Er is ook iemand die ze spaart. Ja, ik wou eerst bierflesjes verzamelen. Maar dat mocht niet, want die stinken heel erg. Dus tussen mocht ik de dopjes doen. En wanneer ben je ermee begonnen? In 2018, 4 jaar geleden. En dat zijn allemaal bierdoppjes van biermerken uit alle landen? Ja, en ook frisdrank en mixdrank. Noem eens een paar landen. Oostenrijk, Duitsland, België, Nederland, Afrika, Zuid-Korea. En hoe ben je er allemaal aangekomen? Van vrienden en... Sommigen gooien gewoon een hele tas over de schutting heen. Een leeftijdgenootje doet er weer iets anders mee. Gaatjes in de dopjes aan het maken. En hoeveel heb je er al gedaan? Oeh, weet ik niet.
ik weet wel dat ik heel veel heb gedaan. En je moet er nog veel doen, toch? Ja, dadelijk komt mijn broer nog veel meer dopjes brengen. Weer anderen proberen de dopjes zo ver mogelijk weg te gooien. Natuurlijk tegen betaling voor het goede doel. Maar het belangrijkste is de uitslag. Dan een nul. Ja, wat kan daar nou nog bij komen? Een 1. En nog één keer om het nooit meer te vergeten. 10 kilometer, 932,50 meter. 2,5 miljoen bierdopjes, wie had dat verwacht? Jongens, proost.